De sokkel voor een coax-aansluiting, zoals die voor je televisie, wordt op een coax-kabel gemonteerd. Kort de coax-kabel af tot op ongeveer 10 centimeter. In de handleiding, op de verpakking of op de sokkel vind je hoe ver de kern moet ontbloot worden. Snij met een mes de mantel en de isolatie van de coaxkabel door. Snij tot op de koperen kern. Let er hierbij op dat je de kern zelf niet beschadigt. Controleer hoe ver de mantel moet weggesneden worden. Snij met een mes de mantel voorzichtig rondom door. Snij de mantel ook in lengterichting schuin door. Verwijder de mantel zonder de onderliggende braiding te kwetsen. Duw de braiding met het mes terug over zo'n 2 mm. Werk je in een inbouwpotje met schroeven, verwijder dan de klemmen op de sokkel. Deze zitten straks alleen maar in de weg. Draai de schroef op het klepje los. Zet het klepje open. Draai de klemschroef los. Steek de koperen kern van de coax in de opening. Sluit het klepje en zet de schroef vast. Zet de klemschroef vast. Stop de coaxkabel in het inbouwpotje. Positioneer de sokkel op de schroeven en zet deze vast. Plaats het afdekplaatje en je bent klaar. Zo, dat is weer een klus die je in je gereedschapskoffer kunt stoppen. Check zeker ook onze andere instructievideo's.